vorige keer bij ons delfin. Hans en Roman nemen je graag mee op een nieuw reisavontuur. Welkom bij Ons Delfin. Goedemorgen, goedemiddag. Goedemiddag allen. Ja, we gaan fietsen naar een evenement in de buurt. Nee, naar het openluchtmuseum. Ah. Ik ben even de naam kwijt. Ja. Chiquita, hoe noemt het daar nu weer? Hoe noemt dat museum? Het. Oké, ja, we zullen dat daar wel zien. Niet met hof van achter of zo. Hof? Pup, hof, hè, zoiets. 8 kilometer, hè? Ja, Eenderhof of zoiets. Ja. Het is 8 kilometer, dus. Dus. En dat gaat leuk worden, want er is ook een Classic Day. Iets met auto's en zo. Antieke auto's. Hmm. Ja, dus we gaan misschien. Een andere auto kopen. Voilà. Kan altijd. Oei, en ik ben de enige weer een t-shirt, precies. Oh nee, de Kees ook. Die staat mij bezig. Oh, die stond er fris bij, ja. Wat is dat hier? Walibi. Walibi? Niet attractiepark, maar wel de kangoetjes. Dat is een mooi kerkje aan de kapelletje. Dat zien we niet zoveel van die klein grote eigenlijk. Klein pareltje, hè? Het is wel iets groots voor hier. Een gehucht? Ja, van 1958. Wil je op de hoogte blijven van de avonturen van Ons Delfin? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en vergeet niet je meldingen aan te zetten. Ja, maar eens kijken naar alle spullen hier. Hè. Ja. Ik kan hier niks rondleiden. Hè. Ik kom hier ook voor het eerst. Oké. Okay. Ik ga me laten verrassen. Dag Hans. Thank you.
Ja. Ja. En is het bij jullie patat of friet? Friet. En bij jullie friet? Friet. Oké. Okay. Een frut. Dat is al gelijk schild en vriend, hè? Dat is al gelijk schild en vriend, hè? Vertel. Maar dat weet ik niet meer. Geschiedenis is nooit ons beste vak, hè? Nee. We zijn hier bij vormpjes voor ons is ook dat speculatie, maar het is niet koekjes, het zijn de thai koekjes. Hè. Dat is iets van smaak, hè. Die kunnen nog in sommige winkels met Sinterklaas kopen. Hè. Maar bij ons is dat in speculaasvorm. Dag Peggy. Hallo, hier zijn de regulier. Reguleuze feesten. Reguleuze. Leuk, allemaal dingetjes. Hè? Voertuigen. Of met voet werkt. Het is een automaat. Eind jaren 60 is deze geproduceerd. Ze zijn in 1920 ontworpen. Dat is de realiteit.
Smaak naar meer, hè? Ja, meer, hoor. Kijk maar mee. Wil je op de hoogte blijven van de avonturen van ons delfin? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en vergeet niet je meldingen aan te zetten. Niet zo'n ja, dat moet niet doen, opnieuw. We zijn hier maar rond. Het was even wandelen, maar het was heel mooi. Mooie huisjes gezien, prachtig dat de vrijwilligers dat kunnen onderhouden hier. Ja, de auto's hebben we ook gezien. Het kostte wat te veel om een en ander naar huis te nemen. Dat was de surplus, hè? Die auto's zijn vandaag hier extra als evenement. Ja. Wel wat druk. Ja, dat, maar dat komt door de Classic Day vandaag. Ja. Hè? Maar als je in de buurt bent en je wilt er hier eens komen zien, ideaal voor een dagje uit, om een namiddagje uit, moeten we zeggen.
Met een lekker drankje en een krikkenvlaai, Limburgse vlaai. Hè. Ideaal. Allee, we fietsen terug. Kom. Ja. Zo, we gaan bijna eten. Ja, Kees en Peggy vertrekken na het eten. We gaan nog een kleine barbecue doen, de overschotjes van gisteren. En we zijn alles aan het klaarmaken. Ze. Ja, dat zijn de overschotjes van gisteren. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. En nog sla, nog tomaatjes, nog brood. En Kees heeft nog wat houtskool. Dus dat komt allemaal goed. En dan een hele koude, donkere, grijze dag. En nu vanavond, een uur of zes, de zon is aan het doorkomen. Super lekker warm. Een beetje een afsluiten voor vandaag. Ja. Lekker. Nog even gezellig met alle mensen samen en een ijsje erbij. Ja, ja. Allee, proef een keer. Bekende smaak? Ik weet niet of ze dat in België hebben. Oei. Is het zo? Dat is voor ons een bekende smaak. Nog eens nippen. Ja, dat weet ik. Heb jij dat al op je hoofd? Nee. Er komt zoiets bekend voor, maar ik kan nog niet... Het heeft zelfs. Het heeft zomerbokje. Er is geen bokbier in. Nee. Zomerbokje. Ja, van die bokkenpootjes. Het was zo wat. Ja. Moet ik zeggen? Die koekjes. Ja. Precies zo wat amandel proefde ik eerst. En dan. Chocolade. Maar dat is. Zeer verrassend, maar heel lekker. Heel lekker nog. Ja, ik ga alleen aan, dan smaak ik ze kopje. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Plezant, hè? Gezellig. Ja. Het was een klein minifeestje. Ja, want ze bestaan 6 jaar vandaag. We waren ze al bijna zelf vergeten hier op Oeverlieshout. We hebben een kleine tractatie gekregen. Ja, een tapasbordje. Ja. En jij hebt daar het lekkere ijsje door de jongste dochter ontworpen gemaakt. Ik moest raden wat het was. Ja, je hebt het gezien. Het was zo wat... Het ging moeilijk. Maar eigenlijk proefde ik eerst een soort amaretto. Dus je denkt aan amandelen. Maar ik zat niet zo goed. Ik zat in de juiste richting, maar nog niet volledig. En toen zeiden ze de naam. Zomerse bok, dacht ik, of zoiets. Bokjes. En toen viel me een Frank. Ah, bokkenpootjes. Die met mascarpone zo en met dingen zo aan. Heel lekker. Ik zei, ja, dat ijs, ja, oké. Maar ze wou punten hebben. En omdat ik vrijdag had gezegd over de punten van Jos zijn pulled pork, ik geef nooit meer dan 9 punten, wou ze nu wel een 10 hebben. Dus ik heb ze 9,5 gegeven. Toch nog een half puntje voor iets anders te ontdekken. Hè? Want als ze dit al goed kan, kan ze ook iets anders. Hè?
Het smaakt naar meer. Sowieso, dus we moeten zeker nog eens langskomen. Misschien als die een nieuw sanitaire blok af is. Ja, want dat zou tegen oktober zijn. Ja, oh ja, dat is misschien wel laat voor terug te en komen. Dan, nee, we mogen komen. Maar we komen nog eens langs om te kijken. En die boer Tosti gingen wij ook proeven hier. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Want we hadden nog een informatieboek gekregen over... Ja, dat het wel te goed zijn. Ja. Dit is Weert. En we hebben eigenlijk... We hebben eigenlijk nog niet alles gezien. En Hans die kwam nog af, hè, de eigenaar, met een Hans, app. Met een, ik, nee, nee, ga niet. Met een app op je gsm. Easy Travel. Ja, waarbij dat je dan Weert kunt ingeven. En dan heb je zo een kaartje met allemaal puntjes dat je kunt rondwandelen. Ja. Heel veel wandelingen en fietstochten met audio. Audio gids. Ja. Dus we hebben dat al wel eens getest in Middelburg. Hmm. En nog ergens, maar dat ben ik even kwijt. Maar dat was wel een handige app. Maar we hebben niet sindsdien eigenlijk niet meer. Ja, ik had het toch verloren, hè? Ja. Ja. Dus we kunnen dat misschien nog wel eens terug doen, maar eigenlijk echt een gids nu, hè? Ja. Want er zijn wel bepaalde dingen die we in november 22, die vlog moeten we maar eens gaan bekijken, waren we hier al eens geweest met de intocht van Sinterklaas. Ja. En nu zijn we hier nog eens geweest. We hebben al wat meer leren kennen, maar... De nog stad niet blijft alles. Wel boeien eigenlijk. Er is nog van alles. Zo zeg je het ook gezegd, ja. Je hebt nog niet alles gezien. En het is de Limburgse gastvrijheid hier, dus dat belooft, hè. Ja. Dus ja, dan gaan we niet veel niet meer doen. Nog wat tv kijken, bedje in en morgen naar huis. Ja. Ja, dat is altijd, hè. Je moet ergens naar huis gaan, hè. We zijn nog niet zo dat we... langdurig op reis kunnen gaan, dus... Nog een dag meer had extra goed geweest. Dat was wel plezant geweest. Dus een extra... Rusten, nog, nee, we hadden nog echt een rustdag nodig, ja. Eigenlijk wel. Ja. Maar ja, zo is het altijd, hè. Het is nooit niet genoeg dagen. Maar het was heel plezant. Fijn om eigenlijk toevallig Peggy en Kees hier dan ook tegen te komen. Om dan Jos en Chiquita te leren kennen. Mm-hmm. En alle rest van de mensen die we hebben leren, want onlangs nog nieuwe vloggers vandaag, volgers van ons aangekomen, die ook hele kleren kennen. Mm-hmm. Ook heel leuk. Het blijft goed gaan. Hè. En als je ons tegenkomt, per camper geven wij zo een keycard van ons Delphine met I love kamperen. Ja, ik ga er weer eentje pakken. Voilà. Dus kom ons tegen en je zegt, wij volgen jullie. Dan krijg je zo een schone keycard aan, met, ik hou van kamperen, waar je sleutels of iets anders kunt aanhangen. Wat wel handig is. En dat is die geel, omdat hij had vroeger ook zo eentje, en dan was die kwijt. En dan donker bij een pillig schenen, en dat gaf licht. Als schemer donker is, zie je dat geel beter. Dus kom je ons tegen, kom zeker iets tegen ons praten, want we hebben vandaag al twee keer te horen gekregen. Ja, ik durf eigenlijk niet echt goed naar die mannen van Delphine gaan. Komt gewoon af, wij bijten niet. Alleen als ik honger heb misschien. Ik denk hangry, maar dat gaat nog wel weg, hè. Ja. kom, we gaan tv zien. Ja, we gaan nog wat tv zien en dan bedje doen. School. School. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tijd voor op te ruimen. En wat doe je dan? Dan doe je de wc en zo. En dan ga je het vuil wegdoen. En dan komen we weer bij die container met glazen flessen. Ja, moet je zien. Dat is echt een moeite. Ja. Er zit wel goede smaak bij, moet ik zeggen. Dat wil nog eens zeggen dat kamperaars Burgondiërs zijn. Hè? Veel wijnliefhebbers. Sowieso, een sterke drank. Die zie ik er niet zoveel in liggen. En van die cocktailtoestanden ook. Nu wandelen wij door een kleine speeltuin voor de kindjes hier. Voor de fietsers die er komen. Het oude sanitair blok is er, maar ook het nieuwe sanitair blok. Dat gaat in oktober open, dacht ik. Hè? Ja. En we gaan eens kijken voor de afrekeningen. Want dat moet ook gebeuren. Betalen natuurlijk, hè? Ja. Ik zou dat toch niet riskeren zijn, hè, zonder betalen weg.
Allee, we zijn aangekomen thuis. We zijn uitgeladen. We hebben al iets gegeten. Ah. En dag, ja, tegen wie beginnen jij nu weer te de laatste. Ja, maar we moeten nog even afsluiten, ja, ja, voordat we dat vergeten. Wacht, alles is toe. Voilà, een Delphine top, op slot. Een klein top weekendje. Ja, zeker en vast. Het was heel plezant. Heel veel gebabbeld met verschillende nieuwe mensen leren kennen. En we moeten zeker nog eens terug naar Weert gaan. We moeten nog zeker nog eens terug. We hebben daar nog niet alles gezien. Nee, hè? We zijn nog wat paar geheimtjes links en rechts hebben we wel willen zien. Dus dat gaat leuk worden. Zo. Dus, voor de rest zou ik zeggen, hou eens een doog en duimpje en zo. En reacties geven. We reageren altijd. Je kunt ook altijd mailen. Dus... ja, voor de rest hebben we nog heel veel plannen, dus blijf ons volgen. Hè. Ja, ja. Heel veel plannen. Ja. Oké. Okay. Voilà, tot de volgende. Tada! De volgende keer bij Ons Delfien. Hier worstenbroodje. Ja. Marleen de soep. En broodjes en een appeltaart. Ja, ja. Tot de wereld. Wil je op de hoogte blijven van Hans en Roman? Ga snel naar www.onsdelfien.be. Hans en Roman wensen je nog veel veilige kilometers en danken je om te kijken.